Hi Capricorn and Steinbock, this is your reading from for the third week in April from the 15th to the 21st. This is also in Dutch and English. You, in the beginning of the week, you have the Eight of Staves. This means that you might be going on holiday or traveling. This also means that you will be receiving news through cyber technology, email or telephone. In the middle of the week, we have the Wheel of Fortune. That means what goes up must come down. What goes round, come around. So I take this as the karma card, because if you've been negative or mean, it will come back to you threefold. If somebody else has been mean to you, then they will get their karma back threefold. This also means that you've come to an end of a phase and starting a new phase. So you're leaving, if you've been in a bad phase, you'll be going into a better phase now. So, and this is also moving home, going on holiday, and you might be traveling in something with a wheel. Then at the end of the week, you are definitely looking for something else or left something. All the things that you know behind, like you can see the cups behind him, and he's traveling off to sea and seek new adventure. He is bored with what he had. So definitely there's new beginnings here, and you're not only decided that to do that, but you're actually doing it at the end of the week or in the weekend. Perhaps Friday is your last day at a job or a project, and you've gone on to new things. And your theme card is no need to worry. Okay, Steinbock, jullie hebben drie kaarten en dit is de lezing van 15 april tot 21 april. Jullie hebben de 8 van staven. Dat betekent dat je misschien op vakantie kan gaan of dat je nieuws krijgt via cybertechnologie. In de middel van de week hebben jullie de Rad van Fortuin. De Rad van Fortuin betekent wat naar boven gaat, komt ook naar beneden. Jullie zijn aan het eind van een periode gekomen, want het wiel blijft draaien natuurlijk. Wat rond gaat, komt rond. Zoals jij lelijk bent geweest of negatief, dan krijg je dat drievoud terug. Als iemand anders negatief of lelijk geweest is tegen hun, dan krijgen zij het drievoud terug. Want ik neem dit als de karma kaart. Dit betekent ook dat je tot een eind van een fase gekomen bent en een nieuwe fase begint. Misschien betekent het ook verhuizing of een vakantie voor je. En dan is het ook weer in een voertuig met wielen. In ieder geval aan het eind van de week heb je de 8 van bekers. Hij laat alles wat hij wist en kende achter hem. En hij is op zoek, of zij is op zoek, naar avontuur. Misschien is vrijdag of zaterdag wel je laatste dag op een werkplek of een woongelegenheid. En je gaat naar een nieuwe woning. Je bent op zoek naar avontuur en iets nieuws. En je themakaart is, maak je geen zorgen. Ik hoop dat je deze lezing leuk vond. En ik zie je graag weer terug in de live sessies. I hope you've enjoyed this reading. And I'll see you in the live sessions. Take care and God bless.